Yo, what up, hoi, en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Maries Visser en vandaag is geen Spanje vlog zoals de meeste van jullie hadden verwacht als volgende video. Want dat is misschien ook logisch als ik Spanje video's om de dagelijks upload. Je ziet dat ik een oortje in heb, denk je waarschijnlijk van. Nou, ik heb zomaar een andere microfoon, maar ik moet eventjes tussendoor even kunnen checken of het opnemen goed is en of het een beetje goed klinkt. Dus daarvoor heb ik nu even een oortje in. Het zal niet in andere video's gebeuren hoor, geloof me maar. Ik ga even wat uitleg geven. In ieder geval, de Spanje-vlogs gaan dus een weekje verplaatsen. Dat is wat ik als eerste zeg. Verder ga ik even uitleggen waarom natuurlijk. Waarom worden de Spanje-vlogs een week verplaatst? Als allereerst vandaag en gisteren heb ik niet heel veel kunnen editen. Omdat ik het best wel druk had. Ik ben mijn kamer bij mijn moeder heel erg goed aan het opruimen. En een beetje aan het verbouwen en zo. Ik heb nu ook al veel meer ruimte en de muur waar ik nu zit, die wordt lichtgrijs. Daardoor kan ik nu ook hier chiller opnemen. Verder is het ook best wel lastig om de dagelijks te uploaden. Omdat ik vanwege 2 dagen vlog, heb ik dus 300 bestanden die ik zeg maar binnen een avondje bijvoorbeeld moet editen. Morgenochtend ga ik kijken voor een nieuwe keepersgroep, waarschijnlijk in Rotterdam bij de Decathlon. En verder ga ik dan in de middag met vrienden, waarmee ik zelfs dus ook training heb, gaan wij naar Scheveningen toe, naar de pier en naar het strand en zo. Als je me wilt meeten, contact me via Twitter of zoiets. Ik weet het niet. Verder heb ik dan na de training waarschijnlijk niet heel veel puff meer om te editen. En komt de vlog die vandaag online had moeten komen nog steeds niet online. Vervolgens heb je dan zaterdag. En zaternoddag heb ik de hele dag een handbaltoernooi. Dus helaas kan ik dan ook niet editen. Vervolgens op zondag heb ik dan het geboortefeest van mijn zusje. En je raadt het al, dan kan ik ook niet editen. Vervolgens heb ik op maandag en vrijdag. Op die dag wil ik een practice journal voor aankomende donderdag nog aanmaken. Omdat er anders een week lang geen video's online zouden komen. Op dinsdag heb ik alweer 2 lesuren school en dan begint school alweer. De eerste week school wil ik graag een beetje kunnen wennen aan school en zo. En hoef ik niet gelijk te denken aan, oh shit, ik moet nog steeds onderdagelijks uploaden, wow. Verder, waarom ik trouwens maandag niet ga editen. Nee, ik ga wel maandag werken, maar ik ga niet de hele tijd aan die Spanje-vlogs werken. Is omdat ik ben maandag jarig. 22 augustus zet het in je agenda, post, mooi Instagram post of zo. Nee, grapje. Bedankt trouwens voor de 1100 abonnees. Het is super nice, inmiddels zijn het 1101. Ook thanks Paul voor je shout-out nog in de 18+ Q&A en bij de Pinede-vlogs. Vergeet ook niet Paul's Pinede-vlogs uit te checken, jongens. In de beschrijving staat ook een linkje. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten voor mij. En hier beneden te commenten. En vergeet zeker niet hier beneden te abonneren. En dan zeg ik later. En weet je toevallig iets anders? Iets dat toevallig heel erg bij mij past? Dat mag ook gewoon random pizza of zo zijn. Wat ik hier als outro kan doen. Yo, de Gooi en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag is het vrijdag. In ieder geval, het is vandaag vrijdag. En vandaag gaan wij waarschijnlijk niet naar de luchtkussen in het water. En we gaan waarschijnlijk naar de markt. En...